Iedereen die het weet, ik denk dat iedereen het al weet. En het komt voor mij als, hoe heet dat, als een, hoe zou ik het zeggen, als een trieste gedachte van een YouTuber die ik zelf, heb, hoe heet dat, mocht ervaren als persoon zijnde van nog een van mijn voorbeelden. Caspio was een van de grote YouTube-legendes waar ik ooit ben geen ben geraakt. Ik wou dit jaar eigenlijk toen er geen corona was in Nederland. En ik ging er ook niet van uit dat een coronacrisis zou komen. Had ik eigenlijk met Caspio op in dit jaar een video gaan opnemen. Een hele leuke video. Maar helaas, jongens, meisjes, heeft niet meer mogen praten. Enige leuke herinneringen wat ik van Caspio wel heb. is al zijn video's. Die wordt online staan op YouTube. En ja, hij is er niet meer. En het komt voor iedereen een bom over, want Kaspiop is een van de grote grondleggers van het Belgisch, Belgische platform in YouTube community. Dus ja, hij is er niet meer. Maar dat betekent één ding jongens, We gaan gewoon, het leven gaat gewoon verder, maar ook zonder, zonder hem. Zet jezelf met die gedachten jongens, donkere gedachten, mee alsjeblieft contact op met iemand... Ga naar je ouders toe of naar je begeleiders of wat dan ook. Want dit mag niet zo vaak meer voorkomen dat mensen ooit een zelfmoord willen plegen of wat dan ook. En ja, ik kan alleen zeggen van de familie van Caspiop, ik wens jullie veel sterkte. Vrienden van Caspiop, ik wens jullie veel sterkte. En kennissen en andere YouTube-collega's die hem goed hebben gekend, wens dus ik hem heel, heel veel sterkte. Over het, over, dat, over het doodsbericht van op En daarom wil ik jullie gewoon ontzettend veel sterkte wensen. En dan zeg ik één ding jongens. Bedankt toch voor het kijken van deze terugvideo En dan zeg ik één ding. Laat eens.